Jouw passie, met name voor klassieke muziek en de ontembare drang om dit ook te delen, was de drijfveer om middels Classical Music Board Bonaire en niet te vergeten Fondazione Piano Grandi prachtige concerten, uitvoeringen te organiseren. Niet alleen concerten in een gesloten ruimte, maar ook op het strand met de drie baritons. Een van de noemenswaardige hoogtepunten, je muzikale carrière, abonneren en elders, was zeker het kunnen spelen voor het Koningshuis. Dat was een eer. Geen moeite was te veel en kun je ook met trots terugblikken op de meer dan 100 concerten, evenementen die gratis toegankelijk waren. Onderhandelen voor fondsen, het benaderen en verwerven van artiesten die moesten voldoen aan de hoogwaardige kwaliteitseisen, bleef een uitdaging, zeker uitgaand van het feit dat je toch diversiteit wilde creëren door middel van het incorporeren van klassieke muziek en ook zelfs volksmuziek. Jouw wens was ook altijd, en dat moet gezegd worden Hans, het betrekken van lokale groepen met culturele achtergrond. Meer participatie van lokalen, dat was jouw wens. Het is veel dat de CMBB bereikt heeft. Dit alles is mogelijk geweest, mede ook door een heel belangrijke persoon in jouw leven. Jouw nimmer falende steun, Margreet. Dank aan jou het altijd daar zijn voor Hans als een echtgenoot, maar ook als iemand die volgens mij continue steun heeft geleverd. Masha danki di no stoer, Hans. Turkos bon, fabi bo famia, den futuro. Ja, het is een beetje mixed feeling. Aan de ene kant ben ik heel erg gelukkig met dit mooie afscheid. Met zoveel muzici uit Bonaire. Ja, natuurlijk met al die jaren dat ik hiermee bezig ben, heb ik met iedereen bijna wel eens een keer contact gehad. Net met de pianist bijvoorbeeld. Reginald, ik herkende hem eerst niet tegen de zon in, maar daar bleek ik ongeveer 8 jaar geleden hem pianoles gegeven te hebben. En nou is hij gewoon een hele goede pianist. Ik vind het erg leuk. Het is een afsluiting natuurlijk, forse afsluiting. Naar 2009 tot nu. We hebben natuurlijk coronaperiode tussendoor gezeten, hebben we eigenlijk niks gedaan. Maar ja, we hebben toch wel zo'n kleine 100 evenementen georganiseerd. En daar heb je dus heel veel contacten van overgehouden, hele warme contacten ook. En ja, als je eruit stapt, wordt dat natuurlijk dadelijk minder. Dat kan niet anders, is maar goed ook, want we hebben een uitstekend nieuw bestuur. Dus die gaan dat vast goed oppakken. Dus dat vind ik ook een heel prettig idee, dat je afscheid neemt en dat je eigenlijk vrijwel zeker weet dat het doorgaat. En het is... Het is een heel deel van je leven geweest hier op Bonaire. Dus dat is, heel veel bekende dingen gedaan ook. We hebben hier het septet van Karel Kraaienhof gehad. Met 2 keer een volle kerk, San Bernardo kerk, met 900 bezoekers. We hebben ook heel veel kleine, intieme concerten gehad. Ik heb mogen optreden met de broer van Andreina Macano, German Macano, die een gevierd cellist is in Venezuela en de Verenigde Staten. Dus dat soort dingen die spelen ook allemaal mee. En aan de andere kant waar ik makkelijk afscheid van kan nemen, dat is het verwerven van fondsgelden. Het bedelen bij iedereen om de centjes bij elkaar te krijgen. Het indienen van subsidieaanvragen. Het checken van de verzekering. Van instrumenten, vliegtickets, et cetera. Dus dat zijn de minder leuke dingen. Dat vind ik niet zo moeilijk om daar afstand van te nemen. Maar die heb je wel nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Wat is uw wens voor Bonaire? Nou ja, mijn wens is dat Bonaire de mix van moderne muziek en klassieke muziek, dat we die kunnen behouden en versterken. Want de klassieke muziek is eigenlijk het fundament
de basis van alle muziekvormen. Dus ook van de Antilliaanse muziek, maar ook van de jazz en van de salsa. Al die akkoordenschema's en hoe de muziek in elkaar zit, is vaak te herleiden tot de klassieke muziek. Dus als je dat een beetje snapt, dan begrijp je ook veel meer de oorsprong van de dingen. En dat vind ik voor Bonaire ook belangrijk, dat we dat een beetje houden. Dus dat het contact met de klassieke muziek en de moderne muziek, dat dat voor Bonaire behouden blijft.